Hallo. Is dan wel een gokje. Ja, wat dan bedenken? Ja. Ik dacht nog altijd in de richting van Afrika, maar toen was Spaans de tip. Ja, en dan ben ik helemaal naar Zuid-Amerika gegaan. En dat is eigenlijk meer in de richting van de meisjes. Ik denk Cuba, Costa Rica, zo Disney. Ik ook. Eva is ervan overtuigd dat ergens Cuba, Costa Rica. Oh, wel, ik denk. Nee, maar. En ik denk Antarctica. Nee, dat is een goeie gat, papa. Dat is Antarctica, is dat waar? Nee. Ja, dus we zijn nu. Toon een keer anders. Bij een vriendin van Karel, haar huisje. En die vriendin heeft Karel leren kennen in Madrid. En de bestemming waar jullie als eerste naartoe vliegen gaat ook Madrid zijn. Dat is de tussenstop. En dan gaan jullie nog verder moeten vliegen. Dus jullie vliegen 7 uur ochtends. Jullie vliegen om 7 uur ochtends naar Madrid. En vanaf daar moeten jullie een connecting flight nemen naar. Tromgeloffel. Naar Costa Rica. Eva had gelijk. Zien jullie het zitten? Ja. Hallo, hallo! Oh god, ik ben zo vrij! Wat is zo leuk dat jullie hier zijn! Taxi! Je bent zo vrij! Hey! We zijn aangekomen in Costa Rica vorige week, denk ik. En vandaag zijn we in Sarapiqui in Costa Rica. Dat is een klein gedeelte van Costa Rica waar het vooral in de jungle ligt. En vandaag gaat er op de planning om een paardentocht te doen voor 4 uur lang. Dus 4 uur lang op een paard, dat is best lang. Maar het zal het vast wel fijn zijn, want het is door de jungle en door de rivieren en zo. En dit is ons uitzicht en waar we slapen op dit moment. We slapen in een tent. Een tent met wel privé badkamer. De badkamer is daar. En het uitzicht is recht op de jungle. Hè. En nu ga ik naar het ontbijtje, want het is ontbijt. We zijn hier de enige nog. Dus was er nog een hele groep van 15 mensen. Maar we zijn vanochtend vertrokken en nu zijn wij de enige, want dit hotel staat eigenlijk niet op boeking. Dat staat niet op booking.com en het wordt meestal enkel geboekt door tour companies. Maar Karo heeft dat natuurlijk weer kunnen regelen dat wij hier ook kunnen slapen. En ja, nu zijn wij de enige. Dus nu hebben we een privé ontbijtbuffet. Echt wel luxe. En het ziet er lekker uit, want er zijn fruitjes en pannenkoeken. Ik zal het eens tonen. Mijn zin is er vandaag ook bij mama, papa, Eva en Britt. En we zijn allemaal aan het ontbijten. En hier is het, een buffet. Het ziet er heel lekker uit. Ja, super. Smakelijk. Dank u. We hebben een mooi padje hier hoor. Het is echt een mooi hotelletje. Echt in de jungle en wij zijn de enige gasten. En het is super leuk, want mijn vrouwtje van de keuken die vroeg net hoe laat willen jullie vanavond avond eten? Dan maak ik gewoon tegen dat jullie komen ons eten. Ja. Dat is super leuk.
En om 11:30 hebben we een tour. Dan gaan we 4 uur wandelen met de paarden. Ik denk dat we tegen 5 uur of zo gaan terug zijn hier. Ik weet het niet juist. Het is alles een leuke tour, want we gaan dan op de rug van de paarden zitten. En dan gaan we ook naar een rivier waar we even kunnen zwemmen, een snackje eten. Dus ik ben benieuwd. Ja. Ik zet een spelletje Jenga, dus we gaan eens Jenga spelen. En het is in het groot, dus life-size Jenga. Oh. We zijn aan het wachten tot de vijven terugkomen van de vorige tour. En dan kunnen we even trekken. Het begint al warm te worden. Ik hoop dat niet te warm met zijn op de paarden. En ik moet me nog insmeren. Wel leuk zitten in de natuur. Er zijn slechtere plekken om te wachten. Het is nog ongeveer 10 minuutjes en zullen de paarden hier zijn. Moeten ze nog wat drinken en dan gaan wij vertrekken. Oh, ik heb mijn helm al op en we gaan vertrekken. Het is 4 uur in de volle zon. Wat, zo pessimistisch? Ik ben niet pessimistisch. Nee. Het is toch niet dat het in de volle zon is? Er zijn veel wolken, dus het is wel veel. Het gaat leuk zijn. Ik doe dat wel af als je. Help je? Ik heb dat niet. Hij zal aan het dansen na een paar uur. Maar hij zit goed vast. Ja, ik heb niet gekregen. Mijn ook. En hij zijn de paardjes. Oké, okay, ladies and gentlemen, let me introduce my horse. Well, let me introduce Katrine. 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 No, Katarina. Katrine. We zitten op een paard. Ja. Mijn paard noemt Cleo en die van Caro noemt. Mijn paardje heet Selina. Ja, nu dat ik Selina krijg, en Cleo. En die van Eva is. Wat is uw paardnaam? Ja. Wat noemt uw paard? Luciana. Luciana. Goed meeting hoor, Caro. We moesten net over een brugje dat een beetje los zat met plankjes. Dus moesten ze heel rustig wandelen. En nu gaan we terug vertrekken. Net een beetje kunnen drinken ook. En we gaan door. Karel. We zijn op ons pauzeplekje en de paarden moeten even rusten. En dus is hier een riviertje en gaan Eva, Britt en Karel zwemmen. En jij ook? Ik ga niet zwemmen. Wat? Zie je wat er van kaka komt? Het is hier wel mooi aan de rivier, heel rustig. En het zonnetje schijnt niet, wat eigenlijk goed is, want het is anders veel te warm geweest. Ze zijn onze paarden even naar een plaatsje gebracht voor te drinken. Ik weet niet waar dat ze zijn. Wie weet hebben ze ons zomaar achtergelaten. Oei, dan zijn we hier gestrand. In the middle of nowhere. Zo, we hebben net gezwommen. Allee, toch Eva, Britt en ik, want we doen dat geen zin. Het was echt heel heerlijk verfrissend in de rivier. Een beetje gelijkaardig aan de rivier van Laos, vond ik. En nu gaan we nog 2 uurtjes door met ons paardje rijden. En oeh, we gaan een grote jump doen nu. Zou je dat zeggen? Nee. Amai, het is toch een kerel, hè. En dus na het paardrijden gaan we terug naar onze glamping tentjes. En dan vanavond hebben we nog een buffetmaaltijd. Best benieuwd. We zijn terug onderweg. Ik wou je juist een vlogje doen. Je kunt tenminste de paarden lopen. We zijn terug op weg naar het startpunt. Na een uurtje te pauzeren. En we hebben net even galop gereden. En ik was natuurlijk de snelste. Nou ja, ik was weer de beste in de galop. Ik was voorop. Karel was helemaal achteraan. Dat was een slak. Echt niet, ik was echt naast. Allee, ze was naast me.
gaan bijna aankomen aan het laatste punt. Dus terug de bestemming waar we vertrokken waren. En het was leuk. Nu doet mijn poep wel pijn. Want 4 uur zit op mijn paard, dat voelt wel aan je poep blijkbaar. En de zon is intussen onderhand gaan. Wel heel mooi, zo door de natuur wandelen. Echt chic. We zijn terug op het hotel. En het was fijn. Alleen heb ik nu wel wat pijn aan mijn knieën. Om de hele tijd in O-benen te zitten. Dat is wel wat lastig. En de binnenkant van mijn benen is ook geïrriteerd door heel de tijd te schuren. Maar het was wel heel leuk. Het was een plezant voor 4 uur een keer op mijn paard te zitten. Mooie tochten gemaakt, mooie dingen gezien. Ik heb een toucan gezien. En mijn paardje was heel lief. Die deed alles wat, exact wat ik vroeg, dat deed hij. Mijn paardje was ook lief, maar mijn paardje was al oud, dus die was een beetje eigenwijs. Maar ik heb die gewoon maar haar gang laten gaan. En nu zitten we dus bij onze huttekes en kijk hoe leuk. Hier is ons balkonnetje met zicht op de natuur. En binnen een uurtje gaan we eten. En gezien wij de enige gasten zijn op het hele domein, gaat het een privé-diner worden. Net gedoucht en nu gaan we dineren. We hebben een privé-diner, want ja, niemand anders is op dit hotel, het is enkel van ons. En we zullen eens kijken wat er is vandaag. Hè. Gisteren was het rijst met bonen en kip, of rund was het denk ik. En nu is het puree. Puree met... En banaan. Visstick en gefrituurde banaan en groentjes. Heel lekker. Het ziet er lekker uit, ik heb super veel honger. Oh, ik heb honger. Maar nu zijn er wel meer familieleden. Ja. Mm. Yummy. Zo, we hebben net super lekker gegeten. Ik had echt veel gegeten. Ja, het was heel lekker. Het moest maar zo lekker niet zijn. Hè. En we hebben nog een beetje gekaart, gezelschapsspelletjes gespeeld. En nu liggen we al terug in ons tentje. Het is nog maar 8 uur, maar er is ook geen wifi en zo, dus we gaan een beetje lezen. Ja. En morgen gaan we verder rijden naar het volgende plekje. We gaan vertrekken bij ons jungle resorting. En nu gaan we doorrijden naar La Fortuna. La Fortuna is zo'n plaats met een vulkaan. Arenal ligt daar heel erg bij. En Arenal is eigenlijk de grootste vulkaan van Costa Rica. En daar zijn ook hete waterbronnen bij Fortuna. Dus ik ben wel eens benieuwd. Het is 2 uurtjes rijden. En dan, als we daar zijn, gaan we gewoon nog wat chillen. En dan rond 4 uur hebben we een tour gepland. Een koffietour met chocoladetour. Benieuwd hoe dat gaat zijn. Zo, we zijn ondertussen aangekomen in La Fortuna. Het was maar 1,5 uurtje rijden, dus het was super vlot. We hebben net snel geluncht. De overschot van gisteren eigenlijk, omdat gisteren hadden ze voor de tour onze sandwiches gemaakt, maar ze waren die vergeten mee te geven. Dus we hebben die vandaag nog snel opgegeten. En nu gaan we nog wandelen naar La Fortuna Centrum. Ruben heeft ook snoepjes. Belgische snoepjes. Van de Carrefour. En Sevis hebben ook nog iets leuks gepland, want dan gaan we een koffie- en chocoladetour doen. Dus ik ben benieuwd. Normaal is met tasting. Inderdaad, ik doe het is top. Zo, ondertussen zijn we aangekomen bij de Don Juan Coffee and Chocolate Tour. Welke is chocolade? Welke klaar, man? Waar heb je dat gepakt? Die allereerste laat laten zien, zwarte dingen. Deze is ook zo'n ding. Nee, dat is koffie. Die? Kom maar. Ja, koffie. Bueno, mira. This is cacao. The fruit down there. Oh, this one over here. Oh, yeah. Years. 30. How old is this tree, for instance? 8. Wow. This is cacao. Is that cacao? See? Strange. It's white. This is what we do. You take the bean, you suck in it. Don't bite. It's like the guave. Ah, it's like the guave. Okay. It's a treat or suck in it. Je moet er niet op bijten, hè? We zijn bezig met de tour. En hoe dat cacao gemaakt wordt, is je hebt eerst je cacao pot, dus waar allemaal verschillende cacaozaadjes in zitten. En dat is zo'n beetje slijmerig. En dan laten ze die voor 6 dagen fermenteren in een grote pot. En met, na dat fermenteren gaan ze dat gewoon laten drogen. Gewoon, ik weet niet meer hoe lang, ik denk 2 weken gewoon laten drogen. En dan kun je dat gewoon openbreken en dan komen er van die cacao nips uit. En die cacao nips, ja, dat is eigenlijk gewoon al cacao. En dat wordt dan verwerkt voor nog meer suiker te voegen. Dus van die dingen. Zo de cacao nips. Aha.
Try this. Taste it. Mm-hmm. It's like the beans. But roasted. Ah, roasted. Mm-hmm. Wow. No, it's better. Yeah. Mm. See? Oh. Yeah. But this is what the Aztecs were doing with that mortar and pistol. But we're using meat grinder. Mira, it's just friction. That's what it is. See? If you keep doing it for hours using a better machine, that paste will turn into a liquid form, like fiction number 10. Oh. See that? Wow! And that's how you make the real chocolate. You grind it so fine that it becomes liquid. Mm. And then you mix that with your... Dat was je al volgens mij aan het proeven, papa. Ja. Je moet het ook proeven, hè? Ja, 20% is wel. Vanille, dat moet erbij, hè. We hebben net zelf chocolade gemaakt. En dit is de mijne. En nu gaan we die laten harden. Of ja, even in de frigo leggen of zo. Dan kunnen we vanavond de chocomade maken. Dit is mijn. Ziet er wel beter uit. Mijne ook. Van Karel heeft er nog veel licht in gelaten. Ja, dat was een foutje omdat mijn plasticje kapot was gegaan. Dus toen moest ik wisselen van plastic. Maar de taste gaat beter zijn dan die. Beginner's mistake. Ah. En nu gaan we verder met de koffie toe. Een koffieboon heeft zo... Dus die wordt pas geplukt als die rood zijn, die koffiebonen. Eerst zijn die groen en dan worden die rood aan de boom. Als je die eerder plukt, worden die ook niet rijp. En als die rood zijn, dan zijn er nog vier lagen af die er af moeten getrokken worden van die koffieboon. Voordat je aan de effectieve koffieboon zit. En als je dan een koffieboon hebt, dan wordt die geroosterd. En dan komt de cafeïne vrij en dan heb je je koffiebonen die je in de koffie doet. Allemaal koffiebonen. Harder, Ruben. Ja. Ja, zo moet dat, Ruben. Harder, Ruben. Harder. Break it. Break it. Zit, maak het goed. Een beetje roeren dat een dras niet helemaal naar onder gaat. Zo, het zit erop. We hebben nog een koffietasting gedaan. En, koffie is toch niks voor mij, hoor. Vond jij het lekkere koffie, mama? Ja, dat was heel bitter. Redelijk. Heel straf. Zelfs een fervente koffiedrinker vond het heel bitter en straffe koffie. Ja, maar van vers gemalen koffiebonen. Dit is een leuk tasje. Het was verse koffie, er zat geen melk bij, er zat geen suiker bij. Het was gewoon pure koffie. Maar, goede ervaring. Heel fijne tour. Het was een uur en 45 minuten of zo, en het was echt wel de moeite. Het was echt leuk. Twee uur misschien zelfs. Zeker een dus, toppe tour. En nu, terug naar het hotel.